U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We hebben te maken met opklaringen boven ons land. De aanvoer komt vanaf de Noordzee, daar zitten wel wat wolken en uit die wolken vallen af en toe een paar buien. Dat betekent dat vanochtend het niet overal droog zal zijn. De zon schijnt een klein beetje en de temperaturen liggen tussen de 4 en 6 graden. Vanmiddag schijnt de zon waarschijnlijk wat vaker. Hebben we met name in de noordelijke helft van het land nog een kleine buienkans? Maar die wordt ook kleiner en kleiner als de dag vordert: 6 tot 8 graden is het en vanmiddag waait de wind slechts matig. Vanochtend nog af en toe vrij krachtig. In de avond opklaringen, temperaturen die snel dalen naar 3 tot 5 graden. Het is droog, maar in de nacht raakt het bewolkt. En van het westen uit volgt dan opnieuw regen. Met die regen hebben we morgen overdag ook te maken. De meeste neerslag valt in de vroege ochtend. Dan staat er ook de meeste wind. Een windkracht 7 uit het zuidwesten. In de loop van de dag wordt het wat droger en voorzichtig misschien een opklaring in het noordwesten van het land. Donderdag veel bewolking, periode met regen. Hoewel het in de middag op veel plaatsen in het westen wel droog zal zijn. En donderdag wordt het 13 graden, vrijdag elf laat op de dag een paar opklaringen en zaterdag zien we de zon dan af en toe weer schijnen dan is het nog slechts 7 graden overigens wel normaal voor de tijd van het jaar. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.